Capitulum duodevicesimum, Pius Aeneas versus centesimus quinquagesimus sextus usquat fine. In de postquam sol occidit fessi et ignari viae ad oram cyclopum advecti sunt. Vandaar, nadat de zon was ondergegaan, zijn zij vermoeid en onwetend van de weg naar de kust van de cyclopen gedreven. Juxta haec loca surgit Aetna, mons ingens, unde fumus flammaeque ad caelum eduntur, interdum etiam saxa lapidesque cum fragora horribili ab imo fundo imituntur. Naast deze plaats, Sun, reist de Etna op, een geweldige berg, vanwaar rook en vlammen in de hemel worden gegeven, naar de hemel opstijgen. Soms zelfs rotsen en stenen met een verschrikkelijk gekraak vanaf de uiterste diepte naar boven worden gespuwd. Totam illam noctem Trojani perteriti in silvis latuerunt, cum causam tanti fragoris ignoraret. Heel die nacht verborgen de Trojanen zich zeer angstig in de bossen, terwijl zij de oorzaak van zo'n grote herrie niet wisten. Postor die, Paulo ante solis ortum, vir ignotus extrema fama confectus, e silvis progressit, atque suplex manus ad litus extendit. Volgende dag, kort voor de zonsopgang, kwam een onbekende man, aangedaan door de alleruiterste honger, tevoorschijn uit de bossen, en smekend strekte hij de handen uit naar de kust. Barbam horrentem gerebat, et sordidam scisamque vestem, ad graecus erat, quondam armatus adversus Trojam missus. Hij droeg een woeste baard en een smerig en gescheurd kleed, maar hij was een Griek, ooit gewapend, gestuurd tegen Troje. Ubi vestimenta et arma Trojana procolagnovit, paulum exteritus restitit, sed mox ad litus se contulit cum fletu precibusque. Toen hij de kleding en de wapens van de Trojanen, of Trojaanse wapens, van verre herkende, stopte hij eventjes, heel erg verschrikt. Maar spoedig begaf hij zich naar de kust met geween en smekingen. Per deos superos bos oro toikri, hink tollite mee. Bij de goden van boven smeek ik jullie, Trojanen, nakomelingen van Tyker. Neem mij weg van hier. In quas cumque terras abducite. Breng me weg, naar welk land dan ook. Hoxatis est. Het is genoeg, dit is genoeg. Fatior me cum ceteris graecis ilium bello petivisse, kwam op rem, citantum est scelus meum, jacite me inflictus. Ik beken dat ik met de andere Grieken Troje, ilium, oorlog heb aangedaan, of na Troje met oorlog ben gegaan. Om welke zaak, als mijn misdaad zo groot is, gooi me maar in de zee.
Si perio hominum manibus peri isse joabit. Als ik doodga, dan zal het mijn genoegen zijn door de handen van mensen dood te gaan. Hoc audiens ipse pater anchises juvenis supplici dextrum dedit. Eiumque interrogavit quis esset, et underveniret. Dit horend gaf vader Anchises zelf aan de smekende jongeman zijn rechterhand. En hij vroeg hem wie hij was en waar hij vandaan kwam. Ille, victo tandem terrore, haec respondit. Hij, nadat eindelijk de angst overwonnen was, antwoordde het volgende. Ex patria Ithaca, Troiam profectus sum, comes in felicis ulixis. Uit mijn vaderland Ithaca ben ik naar Troje vertrokken, als metgezel van de ongelukkige Odysseus. Hic me socii, dum trepidi fugiunt, in vasto cyclopis antro deserverunt. Hier lieten mijn bondgenoten, toen ze angstig vluchtten, achter in de geweldige grot, antro, van de cycloop. Monstrum infandum est cyclops, ille nomini Polypemus. Qui carne et sanguine hominum miserorum vescitur. Een onzegbaar monster is die cycloop met de naam Polyphemus, die zich voedt met het vlees en het bloed van ongelukkige mensen. Ego met, vidi eum in medio antrojacentem, duos di nostro numero mano prehensos, ad saxum frangra, ad membra eorum cruenta devorar. Ikzelf heb gezien dat hij, liggend midden in zijn grot, twee van ons getal, nadat hij ze met de handen gegrepen had, tegen de rots brak en hun ledematen, hun bloedige ledematen, verslond. Nec vero talia passus est ulixes. Nam cum Polyphemus carne vinoque impletus per antrum jaceret, nos longam hastam acutam in oculo eius, quem solum in media fronte habebat de fiximus. Maar dergelijke dingen heeft Odysseus niet verdragen. Want toen Polyphemus, gevuld met vlees en wijn, languit lag in de grot, door de grot heen lag, staat letterlijk, hebben wij een lange lans, een lange scherpe lans in zijn oog, dat hij als enige in het midden van zijn voorhoofd had, vastgehecht. Ita tandem socios necatos ultisumus. En zo hebben we eindelijk onze gedode makkers gewroken. Zet fugite, o miseri, fugite, ac funes navium incidite. Maar vlucht, o ongelukkigen, vlucht en hak de touwen van de schepen los. Nam qualis Polyphemus talis centum alii cyclopis infandi, ad haec curva litora habitant et in altis montibus errant. Want zoals Polyphemus, zo wonnen er 100 andere cyclopen, onzegbare cyclopen, afschuwelijke cyclopen, bij deze gebogen kust. En zij dwalen rond in de hoge bergen. Vix haec dixerat cum ipsum Polyphemum pastorem caecum inter pecude suas ambulantem viderunt et litora nota petentem. Nauwelijks had hij dit gezegd,
Toen zei Polyphemus zelf, de blinde herder, wandelend tussen zijn vee, zagen. Wandelend en gaande naar de bekende kust. Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ad emptum. Een afschuwelijk monster, vormeloos, vreselijk groot, aan wie het licht, dat wil zeggen het oog, ontnomen was. Post quam ad mare venit, vulnus magno cum gemitu lavit. Nadat hij bij de zee gekomen was, waste hij zijn wond met groot geweeklaag. Trojani vero celeriter funes inciderunt, et navis remis incitaverunt. Maar de Trojanen hakten gauw de touwen los en bewogen de schepen snel met de riemen. Hoc sensit Polyphemus, sed cum eos caper non posset, clamorem horribilem sustulit, quo mare et terrae contribuerunt, ad qua penitus resonuit mons canus. Dit voelde Polyphemus, maar toen hij hem niet kon pakken, verhief hij een verschrikkelijk geschreeuw, waardoor de zee en de landen trilden en de holle berg diep van binnen resoneerde, weerklonk. Cucopes et sylvis et altis montibus ad litora concurrerunt. De cyclopen renden samen uit de bossen en uit de hoge bergen naar de kusten. Unde singulis oculis Trojanos e conspectu abiuntes prospiciebant. Waarvan zij ieder met één oog de Trojanen die uit hun blikveld weggingen zagen of nakeken. Trojani profugi, postquam paginum et lulibaium promonturia circumvecti sunt, tandem sub monte Enrique portum drepani petiverunt, ubi a rega acesta benigne recepti sunt. De gevluchte Trojaan, nadat zij rondom paginum en lulibaium, de twee uitstekende bergen, waren heengevaren, zetten eindelijk koers naar de haven van Drepanus, sub monte Eryki, dicht bij de berg Eryx, waar zij door de koning Acestes vriendelijk ontvangen zijn. Hic Aeneas genitorem anchisen amisit. Ele enim confectus aetate e vita excessit. Ne quic van extantis periculis eretus. Hier verloor Aeneas zijn vader, Anchises. Want hij stierf e vita excedrin. Steven, want hij stierf confectus aetate, aangedaan door zijn ouderdom, of oud geworden in zijn leeftijd. Te vergeefs ontrukt uit zoveel gevaren. Aeneas, post quam ossa patris in monte Eryki sepelivit, ex Sicilia ad qua sepulcro genitoris digressus est. Aeneas, nadat hij de botten van zijn vader in de berg bij de berg Eryx begraven heeft, is weggegaan uit Sicilië en van het graf van zijn vader.